Het is wel al droog weer. Nee. En Rijka die is op de bank bezig gek te doen. Goedemiddag lieve vrienden, welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en het is al twee uur en het is hier slecht weer, het onweert al vanaf ongeveer plus minus 11:45, terwijl er op de buialarm stond dat het om 1:00 zou beginnen. Ik denk, ja hallo, mijn hondjes moeten nog uit. Ah, ik kan er zo niet uit, nee. Want ik ben namelijk bang van onweer. Ja, ik meen wel even al, zolang ik het me kan herinneren. En dat ik laat het niet merken. Nee, maar ik ga er absoluut niet het gevaar op zoeken om toch naar buiten toe te gaan, om dan geraakt te worden. Misschien dat er dan een paar mensen blij zullen zijn, maar ik zelf niet. Nee. Maar ja, ik heb de tuindeur wel nu open. Ik zie een klein beetje blauwe lucht, waar ik het licht van de zon een beetje doorheen zie. Ik zal het jullie ook even laten zien. En jij, joh, zometeen. Kijk, daar is de blauwe lucht. Dus, ik denk zomaar dat het een beetje op begint te klaren. Maar dan moet dat ook daar ook allemaal weg, die donkere lucht. En het rommelt nog steeds. Het is wel al droog weer. Nee. Ja, de natuur is dat. Natuurgeweld. Niet zo leuk allemaal. Want ja, hier overstromingen, daar overstromingen. Ook op dat hier mag wegblijven. Maar ik vind dat toch wel weer bijzonder. Een beetje blauwe lucht er doorheen zien te komen. Als dat nou even doorzet, kan ik met mijn meisjes lopen. Ja. Hé, Rijka? Of niet dan? Nee, Elwing, dat komt op de film, dat is ook niet smakelijk, dus dat doen we maar niet. En daar zit een meneertje, die zit de peeuwen in te doen, die heeft gegeten, dus die zullen we er ook uitlaten. Zo. Ja, moet dat weer open? Nou, kom maar. Kom dan, Vie, kom dan. Doe maar. Doei. Zo. Ja, dus we wachten het af, want ik ben echt, ja, als de, zo bang. Dus ja, dat is afwachten. Ook heb ik vannacht geen oog dicht gedaan, dus ik heb mijn huishoudelijke zorg maar afgebeld. En ik denk, bekijk het maar, ik blijf liggen. En waarom ik niet kon slapen? Sowieso, de meeuwen die gingen tekeer van je welste. En lopen ze te stampen op je platte dak van je kajuit. Nou, ik heb al buiten het raam geklapt, maar daar deden ze niks mee. Nee hoor, normaal schieten ze dan weg. Maar ze hebben jongen en ja, dan gaan ze tekeer, want die jongen die moeten zien te leren vliegen en te zwemmen en te doen. Dus ja, dan gaan ze tekeer tot en met die beesten. Kanonnen! Ik heb het zo erg nog nooit meegemaakt. Ik ben meeuwen gewend, maar zo erg dat je er van wakker blijft eigenlijk. Dat geschreeuw heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En dan zijn de dames gek. Dat kind buiten, hè?
Ja, jullie kunnen dan naar buiten gaan. Dus, maar oké, het is vandaag een maandag, want dat vergeet ik helemaal nog weer te zeggen. Maandag 26 juli. En we leven nu alweer inmiddels 6 minuten over 2. Ja, de computer heeft het 5 over 2. Dus ja, oké, weet je. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet met mij mee vandaag. En we horen elkaar wel weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, ik heb... Dat allemaal gestopt. Het is niet wit meer. Het is weer zwart en bruin en weet ik veel. Mijn tafel is weer schoon. De bankleuningen zijn schoon. Enkel de bank zelf op zich nog niet. De kees schoon. Enkel de stoel op zich nog niet. Mijn bureau bovenop is schoon. En daar moet het nog. Dit moet nog. En dat moet nog. Maar... het is al een tijdje droog, ik ga eerst met die meisjes eventjes lopen. En dan doe ik weer al het hele blok in. Als ik dan terugkom en ik stof toch nat, ga ik eerst maar eens even de stofzuiger er doorheen slingeren. Alhoewel het nou redelijk meevalt. Het is wat aan het minder. Ja, het legt nog wel natuurlijk, uiteraard, maar komt goed. Ik ga even met de meisjes lekker lopen, daarna ga ik stofzuigen en dus ja, die meneer die is binnen, dus die blijft ook maar even binnen, want ik wil nou toch wel even het normale blokje lopen, ja. Mijn haar, dat zit ook nou voor geen meter, want ik heb het nat gehad, tenminste ik heb het gewassen, ja, ik ben eruit en ik heb het in een ander model weer gedaan wat ik normaal altijd heb. En het staat nog leuk ook. Ja, toch? Ja. Lekker kort en toch mijn oude model waar het eigenlijk normaal gesproken invalt als het weer langer is. Want het wou toch niet meer in de kuif, daar was het alweer te lang voor. En het wou maar één kant op behalve de goede. Ik denk, weet je wat, ik maak het nat en ik doe het weer zo. .nl, ja. Maar het komt goed hoor. Ja, we gaan er even lekker er vandoor. Jullie zijn natuurlijk uiteraard mee, ja, eerder niet, want toen was ik jullie vergeten. Maar dat kon ook niet, want ik liep er tegenaan vanwege dat gedonder daarboven in de lucht. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En dat doe ik ook. Ja, lieve vrienden, ik ga weer eventjes aan de loop met de dames. Daar staat nog later. Daar ligt Elwing, Rijka, die is op de bank bezig gek te doen, idioot te doen. Maf, Trien. He? Ja. Dus we gaan gezellig even lekker lopen en ik hoop dat het droog blijft, want het betrekt wel weer. Maar laten we hopen regen, hopen dat het dus niet gaat regenen, maar wel mag het met zegeningen naar beneden komen, ja. Die zijn echt een beetje doorgedraaid door de warmte, wie weet. Dus ja, ik weet niet of ik wat zie, kuikentjes of wat dan ook, als ik dat allemaal zie. Want de natuur, dat kan prachtig zijn, maar ook kan het ook zo vervelend zijn. Ja, met die overstromingen ook allemaal erg. Gisteren was het ook in Friesland het een en het ander aan de hand met wat overstromingen en alles. Maar niet zo erg dan dat in België, Duitsland en... in Limburg is geweest, gelukkig niet, maar ja, je weet maar nooit hè, wat nog komen gaat. Je weet het niet. Dus ik zou zeggen, pas daar wel voor op. En ja, voor de rest mag het van mijn s'nachts wel plains als ik niet meer eruit hoef. Ja. En dan weer overdag droog en zonneschijn en s'nachts mag het wel weer wat regen. Voor de boeren en voor de tuinen. Ja, laten we daar maar op houden. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ik hou jullie op de hoogte. En tot vanavond.